allemaal knappe mannen, maar ik merk dat het helemaal niks doet. Haverjoghurt met suikerarme muesli. Als hij voordoet, is hij een kippenpakken om te slachten. Ik heb echt een preek gehouden. Gewoon in mijn naki zonder handdoek. Echt. Die vrijheid is zo lekker. Was het niet bewust niet meer afgesproken of zo? Nee, ik denk dat video's waren stom. Ja, onze video's waren stom. En... Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Jezus, dat ben ik moe zeg. Ja? Die wind, ja, ik kan er gewoon niet slapen. Oh, die wind. Kan niet meer. Oh my god. Help je oor op me dan niet? Nee, dat valt er ook gewoon weer uit. Ik gooi letterlijk mijn tandenstoker in mijn matcha. Oh. Jeetje. Als je maar niet... Kijk dan, dit. Zit in mijn, tussen mijn ijsblokjes. Ik weet het ook in de wiel. Als je maar niet in jouw ogen ver uit. Als je niet in je kippen krijgt. Kijk, als je naam krijgt. Oh, je bent zo dik en lief. Daar gaan we weer. Nieuwe week has begun. Goedemorgen. Vind je het leuk als ik laat zien wat ik meeneem qua eten eigenlijk? Zo niet, laat het even weten, want dan hoef ik dat nu niet te doen. Dan kan ik mijn klas voorbereiden. Oh, hi. Hey, ik praat tegen mijn camera. Oh. Er kwam iemand binnen. Ik heb matcha. 4 boterhammen van mijn moeder, van het goede brood. Met pindakaas, want ik had geen beleg. En heb ik hier een bakje haverjoghurt met suikerarme muesli. En een banaan daarbij. En dan nog een appel, gingersapje, een mandarijn. En voor de zekerheid dit. Maar ik denk dat ik die vandaag niet nodig heb. En een lepel. Nou, dat was hem. Hallo, het is bijna 7:15. Mijn moeder is hier ook. Het is eigenlijk te gek voor woord dat we hier zijn. Vooral zij op de vrije dag. Dat moet, dat moet. Kijk, wat een mooie website. Wat een mooie ding. Leuk dat ik hier steeds kan vloggen. Zou eigenlijk niet zo moeten zijn, want eigenlijk werken we niet op dezelfde dag. Ja, we moesten heel veel DMT en AFI worden getoetst. En dat red je gewoon niet onder school. Dus mama is extra naar school gekomen. Maar ze is ook nu nog eens hier om de lessen voor te bereiden voor woensdag. Moet natuurlijk geen gewoonte worden. En ik hoop dat ik vrijdag ook naar school kan komen, op woensdag. Maar ja, het wordt heel lastig, want ik heb 1 dag om mijn vlog online te krijgen. Maar ja, anders red je het gewoon niet om te toetsen. Dus ik hoop dat het lukt. Maar ik weet het niet, zeker. Het is hier dus heel belangrijk dat je doelenborden heel mooi zijn. Dus we hebben het nu een beetje geordend. Met dat je dus niet je muur volhangt met 1 soort knutsel. Maar dat je dus het ordent. Dus oké, dit hebben we gemaakt met zacht en hard. Dit hebben we gemaakt met eerste plant op het land. Dit met ridders. Dus heel veel knutsels zijn al mee naar huis. Maar vanaf nu gaan we het dus hier netjes even ophangen. En vandaag waren we met dit bezig, maar het is nog lang niet af. Maar die komt dan nog bij. Vliegen door de lucht. Zou je niet denken dat dat dan hierbij hoort. Maar deze kunnen ook vliegen. Het thema was insecten. Maar vliegen door de lucht. Ja, soms is de titel weer anders dan het thema. Dat is nog een beetje lastig. En het gaat elke week heb je... Ja, je hebt elke week ook alweer een nieuw thema. Dus het is 1 week en dan ga je alweer door. Dus het gaat als een gek. Maar wat zijn al deze bladen? Ik heb kinderen heel schattig zaadjes meegenomen. Echt lekker. Dit is niet normaal. Verse pasta met spaghetti ook nog eens. Zo. Echt mijn lievelingseten. Wow, wat lekker. Zo aanschuiven dat je eten er al is wel heel chill. Ik heb nu ook op de mail dan nu een akte van ontslag over de hypotheek wat ik moet tekenen. En dan samenwerkingen voor YouTube waar ik op moet antwoorden. En keukenplanner afspraak, gordijnen afspraak. Gewoon echt allemaal mails die ik dan ook nog vandaag moet beantwoorden. Dus daar, het is nu 8:00. Dus daar zit ik nu eigenlijk de hele tijd mee. En dan merk je wel gewoon dat op zo'n dag dat je gewoon niet toekomt aan die andere dingen. Dus dat is wel eventjes omschakelen. Want je hebt natuurlijk dus ook nog je YouTube samenwerkingen en je eigen, gewoon je normale video's. En dan heb je ook nog je privé mails die je moet doen. Dus ja, weinig tijd om te niet met iets bezig zijn wat moet, merk ik de laatste tijd. Maar goed, dat wordt uiteindelijk allemaal wel minder. Lekker brood van Crisp. Extra. Weer de yoghurt. Super lekker. Haverjoghurt, suikervrije muesli en banaan. En een beetje honing toch, want het is wel heel suikervrij. Voorbij mijn pindakaas en komkommer. Pumpkin ginger sapje. Matcha. Mandarijn. Lepel. Pindakaas stond nog in de klas. Ja. Oké. Okay. Wat later vandaag. 7:55 is het al bijna, dus... Ik ga even tempo maken, want ik wil ook om 8:00 naar boven. Omdat ik echt nooit sociaal doe. Ik weet niet of
Elke keer denk ik ga het doen, denk ik, is toch weer niet de perfecte dag ervoor. Dus misschien, ik weet niet of ik eraan toe kom. Dat ik 7:55 even naar boven loop. Snel stoelen van tafel, bord aanzetten en voor de rest ben ik ready. En dan is het weer 4:30. Deze dag ging zo snel. Dinsdag is zoveel chiller. Ik ben wel natuurlijk moe, maar ik heb ook niet zoveel geslapen. Want ik had in bed nog even de behoefte om eventjes aan mezelf gewoon lekker op mijn telefoon te zitten. Even me-time, want het was zo laat dat ik thuis was gisteren. Dus ik heb gewoon niet zoveel geslapen, maar de dag was echt zoveel beter. Ik denk dat het gewoon, ja, op maandag komen ze gewoon, hebben ze me zo lang niet gehad, komen ze van huis. Vaak zeg ik soms ook, doe je dit thuis ook, zeggen ze ook ja. Dus dan moeten ze gewoon weer aan hele andere regels wennen. Dus ja, ik wil wel het vandaag niet zo laat maken. Dat ik echt gewoon 4:30 naar huis ga vandaag, voor een keertje. Klasnetjes maken, mijn moeder heeft morgen dat lesbezoek. Dus we moeten wel natuurlijk... Ik ben niet zo heel goed met heel schoon achterlaten en zo. Maar het is wel fijn als zij dat, zeg maar, zij zorgen van het zelf doen. En ik heb iets van mijn kinderen moeten doen. Dus het wordt steeds netter. Maar ze doen het, zeg maar, zelf. Op zich ziet het er best wel netjes uit. Maar ik heb dan meestal iets van, oké, de doekjes laten we drogen. En morgenochtend gaan die kinderen het ook zelf weer opruimen, weet je wel. Maar het is wel fijn als je 's ochtends een lesbezoek hebt, dat ik het even wat... Even extra netjes achterlaat natuurlijk. Ik zal echt nog heel veel hier nakijken. Dit is ons bord nu. De bedoeling is dus van die borden dat je van elk... Heb ik het gisteren ook geveld? Dat je dus van elke knutsel wat laat zien. Dus niet een heel bord vol met de knutsels van deze week. Die. Maar dat je dus van alle knutsels wat laat hangen. Dus eerst doe je best wel veel van de eerste week. En dan heb je de tweede week erbij. Haal je de helft weer weg. En zo heb je steeds. Nu weer heel veel verschillende knutseltjes. Ik had dus al best wel wat mee naar huis gegeven. Omdat ik het eerst niet wist. Maar die zijn dus van vandaag gelukkig. We hebben geleerd hoe zij zijn geëvalueerd. Dat is best wel grappig. En dan staat dus ook het thema erbij. Dus heel leuk. En aan deze doelen hebben we met z'n allen gewerkt. En ook opgeschreven. Heel belangrijk. Ik heb echt een preek gehouden. Na preek, we hebben het echt met z'n allen gedaan. Dat was wel heel fijn. Zo, dit is het. Het zijn de doelen voor rekenen. Morgen is mijn moeders lesbezoek. En dan heb ik dit. Hier ben je gewoon echt bijna 1/2 uur mee bezig. Je zou denken van niet, maar ja. Alright. Nou, kijken. Nog 2 van zulke hele stapels te gaan. Gisteren had de onderwijsassistent nagekeken. En zij, ik weet niet hoe zij het doet, maar zij is zo snel. Ik echt niet. Ik ben heel langzaam met nakijken. Huh? Niks gemaakt. Oh ja. Want hij zat bij de verlengde instructie. Ja, we hadden getallen tot en met 100. En dan welke is het grootste van 2 getallen? En er waren 5 kinderen. En ze begrepen het niet. En ik heb het op elke mogelijke manier uitgelegd. Maar het kwam niet binnen. Dus dat heb ik even in de overdracht geschreven. Dat we daar echt aan moeten werken. Maar die kinderen hebben dus ook helemaal niet hun les kunnen maken. Maar ja, had toch geen zin gehad als ze het hadden gemaakt. Want ze snappen het niet. Dus ik schrijf er even bij verlengde instructie. Het heeft geen zin om je dan aan het werk te zetten. Als je het zo niet begrijpt, dan ga je het werkboekje ook niet begrijpen. Oké. Wow, ik zie er echt uit als een lijk. Bizar. Ik ga verder. Doei. Het is inmiddels 6:00, maar ik ga lekker naar huis en papa en ik zijn met 2, want mama is in de sauna. En we gaan lekker samen sushi bestellen en film kijken. Dus helemaal gezellig. Ik heb met sushi besteld. En papa trakteert. Super chill. Dus ik heb het nu net besteld. Ik ga nu lekker naar huis. En moe maar voldaan. Ik heb wel iets leuks. Ik heb eindelijk nu de les voor Da Vinci van maandag al voorbereid. En het fijne daaraan is, ik ben altijd wel van les min. Dat zeg maar, Da Vinci gewoon daarvoor 1/2 uur mijn pauze voorbereiden. Maar het is ook wel fijn als je collega's ook kan helpen. En dat kan natuurlijk niet als ik het les min doe. Dus mijn doel was om het nu op dinsdag al voor te bereiden. Zodat ik ook voor hun iets had. Zodat zij ook niks meer hoeven te bedenken. Dit is gewoon extra. Dat heb ik zelf nagetekend. Voor iedereen een kleurplaat. Ja, je ziet dus dat het niet... Kijk, het is iets dunner. Maar ja, zelf nagetekend kringloop van het water kleurplaat. Dit was hem. Met pen. En die heb ik nagetekend van dit. Dus dat moet ik even ergens leggen voor maandag. En dit zijn dan woorden voor de echte opdracht. Ja, waar ga ik dit bewaren? Is de vraag. Want daar hebben we dus nog niet echt plekken voor. En dit is de lesvoorbereiding. Zo... Wat gaan we doen? Dit. Hier gaat de les over en dit zetten we dan op het bord. En dan mogen ze dus in groepjes dit namaken. Dus dat is wel heel leuk. Hadden ze vorig jaar ook gedaan. Dus dit, daar kwam mijn duo collega mee.
heb ik de woorden geregeld en de rest pakken we gewoon zelf de materialen. Ja, superleuk. Oké, jongens, ik ga naar huis. Doei. Zo, ik kom thuis. Ik heb mijn bril opgedaan, make-up helemaal afgehaald, pyjama aan, vitaminepillen genomen. En precies toen werd er aangebeld. Wat een timing. Heerlijk. Hier bestelde ik dus toen ik in mijn woonde altijd sushi, dus dat is wel echt nostalgisch. We hebben een beetje extra voor mama besteld. Ze zegt altijd dat ze niet wil. Waarschijnlijk wil ze wel. Oh, lekker. Ik had zo'n sushi mixboxje gedaan, want jij wou die met pickles en avocado. En toen vroeg ik of we in plaats van krab avocado mochten. En dat hebben ze gedaan. 3 handrolls. Garnaal met zalm, dus echt zo'n luxe. Dit zijn heel veel zalm nigiris. Die vindt mama heel lekker. En ik en papa vindt die ook wel lekker. Dit is krab met zalm. En dit zijn makis. Goedemorgen jongens, het is 10:30. Mijn doel was om voor te staan. Nou ja, ik wist al dat ik het niet ging doen. Maar het was mooi geweest om alvast te editen. Maar ik heb echt... Ik heb geen 11:15 was naar bed, maar ik heb een film gekeken. Het was echt... Sorry hoor, maar ik kan ook niet. Ik heb haast. Dat was echt heel lekker rustig voor mijn hoofd. Dus 11:45 had ik 7:15 doorgeslapen. Ik slaap dus nooit door, behalve als ik voor de klas heb gestaan. Dat geeft aan hoe moe ik was, maar wel lekker. En toen nog eventjes tot 9 of zo geslapen. En nee, ben ik even wakker geweest en toen nog een uurtje geslapen tot 9:30 volgens mij. Nee, 9, ik weet niet. In ieder geval, klaargemaakt. Ik ga nu naar school om te helpen met toetsen. 2 uurtjes tot 12:30. Normaal doe ik de Chico Harry er niet in, maar ik moet even opschieten. Dan sporten, boodschappen doen, pakketjes op tour brengen. En dan moet ik om 4:00 thuis zijn. Dan ga ik zo'n IKEA keukengesprek online doen. Want ik mag geen keuken bestellen zonder met iemand te hebben gecheckt. En dan moet ik nog de hele avond toch gaan editen. Dus, maar ik ga nu naar school en mama had de lesbezoek. Dus ik ben heel benieuwd hoe die ging. En ja, dan moet ik AVI toetsen. Dan moet ik dus echt hele verhalen met alle kinderen gaan lezen. Dus dat is echt zo... Ik vind woordjes lezen altijd wel leuk, maar een verhaal is echt zo... Dat je ook echt moet even blijven opletten, want soms lezen ze zo goed dat je denkt, oh ja, het is goed. En je moet opletten, opletten, opletten. De hele tijd hetzelfde verhaal. Hè? Dus, nou ja, omdat we dat dus niet redden onder schooltijd, ga ik minder school. Om dat te doen. Ik had dus zo sterk het gevoel op de dag dat ik niet voor de klas sta. En dat vind ik juist doordat ik voor de klas sta, ervaar ik dit gevoel zo sterk. Voel ik zo erg die vrijheid. Het is nu licht. Lekker frisse lucht. Het is geen ochtend. Het feit dat ik dus niet heel vroeg in het donker al de deur uit hoef. Terwijl op de dagen dat ik dat wel moet doen, vind ik het dus juist wel weer leuk. Omdat ik afwisseling heb. Dat ik nu in mijn autootje zit, want dat is ook niet op mijn werkdagen. Werk van school. En dat ik nu dan gewoon zelf dat heb in kunnen plannen. Dat wij dus nu 2 uurtjes gaan toetsen. Ik. En dat ik in mijn autootje zit. En lekker naar school ga. En weet dat ik daarna lekker ga sporten, boodschappen. En dan die vrijheid. En mijn auto geeft me ook dat gevoel van vrijheid. Ik weet niet, daar kan ik heel erg nu van genieten. Ik ga nu zeg maar naar werk, maar met zo'n ander gevoel dan op de maandag. Omdat je dus nu... Ja, het is gewoon heel anders. Je gaat nu vrijwillig. Nou ja, vrijwillig, maar je hebt het zelf besloten. Ik weet niet, het voelt gewoon heel anders. Heel lekker. Het is gewoon, je voelt... Je gaat nu naar school, het is niet jouw werkdag. Het is ook heel... Je hebt natuurlijk ook minder druk, want je hebt geen groep. Je gaat gewoon 1-op-1 met kinderen toetsen. Dus ik vind het heel... Ja. Heel leuk. Dus oké, ik ben er. Doei! Oké, dat is wel leuk om even extra op school te zijn. Nog lang niet iedereen kunnen toetsen. Dus ja, we moeten maar kijken hoe we dat verder gaan oplossen. Maar ik ga nu wel weg, want het is nu bijna 1:15. En anders red ik het niet. Het liefst blijf ik hier. Want het is hier ook fijn om hier te zijn. Maar, het is fijne sfeer. Ja, maar je redt het gewoon niet dan. Ik kwam trouwens de klas binnen. En er is echt een heel lief meisje in de klas. En die kwam naar me toe. Zegt ze heel rustig. Juf, mag ik iets tegen jou zeggen? Ja. Ik vind dat eigenlijk dat jij een heel mooi gezicht hebt. Oh, wat lief van je. Ik zeg, nou, zoiets liefs heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. Ja, mijn moeder wel. Maar jeetje, wat lief van jou. Ik denk, kom je erop als je in groep 3 zit? Om zoiets te denken en te zeggen. Het is toch te schattig? Ja, echt heel lief. Ik heb heerlijk gesport. Ik vind het zo grappig, want in de sportschool zijn dus echt super veel mannen. Sowieso zie ik de laatste tijd best veel mannen. Allemaal knappe mannen, maar ik merk dat het helemaal niks doet. Ik merk zeg maar dat ik wel soms denk van... Ik ben er wel bewust mee bezig, merk ik aan mezelf. Ik ben gewoon... Ik wil natuurlijk wel gewoon heel graag een leuke relatie. Nu is het nog een beetje te vroeg. Maar ik ben er wel mee bezig, merk ik. Gewoon van, oh, zou dit een leuke man zijn? Weet je wel, zo gewoon een beetje kijken voor jezelf. Maar ik merk dat ik echt bij geen één man ook maar iets voel. Hier loopt dan toevallig met een leuke jongen van de sport. Denk ik, nou, best een leuke man. Maar die denkt nu sowieso dat ik tegen mezelf aan het praten ben. Maar, wow, ik vind het zo eng als mensen eens elkaar toeteren. Nou ja, in ieder geval...
Bij Hill heb ik gewoon, als ik zijn hoofd zie, ben ik gewoon helemaal verliefd. Fluffy, lekker, lekker, weet je wel. Met zijn was in ieder geval zo. En, ja, dat had ik ook niet trouwens meteen de eerste keer al. Nee, nou ja. Even een gedachte van mij. Ik had dus echt een ziek mooie tafel gezien. Ik had toch gezegd dat ik dus betonnen tafels had ontdekt. Ik zat wel te denken dat het misschien heel koud is, zo'n stenen tafel. Ik had echt een vet mooie gezien. En die is te bekijken in een showroom in Almere. En ik dacht, oké, het is nu 2 uur. Ik heb om 4 uur die belafspraak. Van mezelf hoef ik pas in de avond dan te editen. Moet ik gewoon de hele avond werken, prima. Nou ja. Ik kan best nu in 2 uur dat doen. Dus ik ging kijken waar die showroom zit. Is het maar 13 minuten rijden. En richting de Max is waar ik boodschappen ga doen. Dus in principe is het maar... Nou ja. Echt even 8 minuten de snelweg op. Ik denk, dat ga ik nu gewoon lekker doen. En dan ga ik tafel kijken. En dan moet ik dus boodschappen voor Babbelhap met Christina halen. Nou, dat red ik gewoon in 2 uurtjes. Dus dan heb ik ineens van een heel gevangen gevoel, ga ik ineens vandaag naar een heel vrij gevoel. Ben ik zo blij mee. Heerlijk. Vrijheid. En nu ga ik een suikerarme zero snelle jelle eten. Dat is niet heel lekker hoor, vind ik. Ontbijt hoef ik sowieso echt troep. Gewoon helemaal niks gezond in. Maar ik had niks anders. Nou, ja. Die tafels. Ik ben heel benieuwd. Nou, dit is de tafel die ik bedoelde. Deze is 1. Wat was het nou? Hoe lang was deze? 2,20. 2,20? Oh. Deze is 2,20. Ja. Ja, deze is 2,20 en die van mij zou dan maar 1,60 worden. Dus wel veel kleiner, maar wel dit model. Ik was dus bang dat het met een bank niet heel ideaal zou zijn, maar het valt op zich mee. En het is dus niet echt beton, het is hout met stuk erover. Was dat goed gezegd? Ja, en daardoor is het ook niet zo zwaar. Want ik dacht wel, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou een betonnen tafel in je huis hebben? Maar het is zo tof. Vooral als je dan ook nog... Ja, zou het mooi zijn als je ook nog een gietvloer hebt? Nou, dit is ook een soort gietvloer. Eigenlijk zou het een beetje zo zijn dan. Zo'n soort kleurvloer zou ik dan nemen. Alleen dit wordt dan te groot, 2 van die ronden. Maar je moet minstens 1 ronde paal hebben. En dan wordt de andere poot dus zo. Dat is ook alweer speels. Maar het is dus helemaal geen echt beton. Dus ik moet even kijken qua krasjes en zo. En deze afwerking vind ik ook wel mooi. Ja. Ik vind het wel heel gaaf. Het is al 4 uur. Ik ben 1 seconde thuis. Ik weet niet hoe dat werkt als je 1 minuut te laat bent. Dat soort dingen doe je. Ikea. Dit zie ik nu. Zo zou die oversteek hebben wat mag, zeg maar. Oké, okay, dat is gewoon gebruikelijk toch voor een bar? Ja, klopt. Ja. Dan kan je er inderdaad gewoon aan zitten. Het enige wat ik ook nog heb aangepast is de zijkant en de plus aan de onderkant heb ik dezelfde kleur gedaan als de frontjes. Want die waren nog in een andere kleur. Oh ja, super. En het zijn dus lades die je gewoon open trekt, toch? Niet die je moet duwen? Ja, als je het in je mandje plaatst, kunnen wij gewoon via je e-mailadressen toevoegen. Oh, oké. Okay. Dus dat is geen probleem. En deze keuken kan niet in je mandje dus? Nee, want dan geeft u een foutmelding in verband met het werkblad. Oké. Okay. Ja, dus het liefst bestel ik de keuken nu al, maar dat is dus niet handig. Nee, ja, ik kan hem wel voor je bestellen, maar wat ik zeg, het is altijd wel meer verzendkosten dan. Ja, oké, okay, dat was best duidelijk. Nu mijn boodschap uitladen. Dat duurt lekker kort, 10 minuutjes. Zo, ik heb echt mijn boodschap al gewoon bijna 80, nee, met zomerbij, bijna 90 euro. Hier. Hier, man. Zo hier. En een paar andere dingen. Maar morgen met Babbelhap. En dan ook nog genoeg om in de avond ook voor mijn ouders te koken. En nog dit losgroot voor vrijdag of zo. Dem boodschappen. Dit is trouwens de kleurstaf van mijn gordijn. En dit dan de luxe flex die dan in de slaapkamer er nog onder zit. Jij ziet het niet zo goed, maar het is een beetje beige. Zo, hallo jongens, ik moet over 5 minuten Chris van het station halen. Het is niet ver, maar haar Google Maps zegt dat het heel lang loopt was en het regent nu ook. Dus ik hou haar even op. En ja, Christina, dus mijn oude volgers kennen Chris wel natuurlijk. Vroeger heel veel aan gefilmd. Ik moet nog even snel make-up aan doen. Ik ben echt goed in snel make-up aan. Ik ga 5 minuten, ga ik weg. 5 minuten. Ik ga voor haar kanalen nog een mukbang doen. En het geeft me zoveel rust. Dat er maar 1 gerecht is. Heerlijk. Echt beter. Maar deze video staat dus al online. Want deze video, het is nu donderdag, moet aanstaande zondag online.
Wat we dus voor Valentijn wilden doen. Ja, het is niet echt heel erg Valentijnachtig. Alleen de kleding. Misschien gaan we het een beetje over Valentijn onderwerp hebben. Maar ja, in Babab kunnen we niet heel veel kletsen. Dus ik hoop dat we ook eens in de vlog kunnen verwerken. En natuurlijk in haar mukbang. En ik moet nog even extra mascara opdoen. Test! Ik moet over 5 minuten weg. Ik ben nog wat opmaken en ik ben nog bezig met de setting. Maar Christine heeft zich bloemenjurkje met allemaal roze aan. Dus dan vond ik dit wel leuker bij. Ja. Oké, ready. Perfecto, op tijd. Ja, ja, there we go. Mijn moeder zou zeggen, dit is zo slecht voor je auto, Charlotte. 2 minuten rijden. Nou, 3, 4. Gisteren moest ik ook zo kort rijden. Toen ik had die sojasaus besteld waar ik wel tegen kan. Die neppe... koken het aminos, dus geen echt sojasaus. Au. Au. En was hij dus bezorgd bij een heel ander adres, 4 minuten bij ons vandaan. Super irritant. In een box ook nog eens, dus dan moest ik ook met de auto daarheen scheuren om het op te halen. Gelukkig was het gelukt. Ik weet niet zo goed wat ik vind van de kleur van het jasje bij mij. Ik vind dit soort roze altijd niet echt mijn kleur. Maar ik vind wel een Christina kleur. En ik denk dat we hiermee wel matchen en het is ook een Valentijnskleur. Dus... that's why I'm wearing it. Ik heb dit echt nooit aan namelijk. Maar het is eigenlijk wel leuk. Ik denk dat Chris niet verwacht dat ik op tijd hier klaar sta. Ofwel. Omdat het regent en het normaal is om op tijd te zijn. Ik weet niet of zij weet dat ik moeite heb met op tijd komen. Maar ik ben perfect op tijd. Want ze komt nu uit de trein als het goed is. En dan ben ik er zelfs eerder dan zij. Fantastic. Is dat Chris? Het kleine zielige mensje met die zwarte jas? Nee, ik zit te roken. Nee, dat is niet Chris. Toch? Dit is niet Christina. Nee. Oké. Okay. Ze is hier nog niet. Toppie. Fijn dat ze gisteren al vroeg of ik er wilde halen. Want anders had ik er sowieso moeten halen. Want het regent vet hard. En nu was ik erop ingesteld. Dus dat is altijd fijn. Als iemand last minute zegt, kan je me halen? Dan krijg ik altijd tijdstress. Ik probeer mijn haar nog... ik vond het zo mooi hoe ik het vorige week had. Toen was het van boven helemaal plat. En van onder gekruld. Dat probeer ik nu ook te creëren. Maar ik heb het net gewassen. En dan... je wil niet weten hoe lang ik het met de Dyson heb plat gemaakt van boven. Maar mijn haar is gewoon van nature heel veel volume eigenlijk. Dus het wordt niet echt plat. Het is niet haalbaar om het vandaag achter mijn oor te krijgen. Yay. Ik zie er echt moeilijk kijken. Oh nee! Oh. Hallo! Oh mijn god, het regent! Ja, ik zat net... ik ben mijn vlog gaan staan. Oh! Hi! Ik zat net te zeggen, gelukkig vroeg je het gisteren al. Want anders had ik je sowieso moeten halen. Wat een weer. Echt, wat een weer. Oh my goodness! Matchen we nu nou, of is het juist vloek? Ja. Oh, qua jurk. Ik dacht dat het wel... jawel, kan wel. Lekker heftig. Lekker heftig, toch? Inderdaad. Ik was zo slaperig ook in de trein en mijn oog bleef de hele tijd tranen. Oh. Dus, maar ik ben er. Dat is zo vervelend als je ogen tranen. Ik had dat echt een paar weken lang. Gewoon de hele tijd. Ja, nu denk ik echt, hoe kan dit nou? Maar ik denk echt slaaptekort. Helemaal niks gevlogd. Nou, logisch, want we zijn pas net scherm met filmen. We hebben voor Chris' kanaal dus een mukbang gemaakt. Dus ga die zeker ook even checken, jongens. We hebben echt 3 kwartier gekletst. Oh ja, ja, heel veel. Hi, oh mijn god. Ik vind het zo grappig. Zo'n... wil je meer? Ja, kom maar. Hi. Oh. Ja. Yeah. Oh mijn god, die nageltjes. Hi. Mooie baby. Je bent zo lief. Is dat dezelfde vogel die je altijd al had? Nee, dat is mijn moeders vogel. Maar jij had toch ook altijd een... die is dood. Oh, zielig. Ja. Oh, rest in peace. Bedankt. Oh nee, niet aan mijn nagel. Je bent zo mooi. Echt, ik durf niet eens te bewegen. Maar je bent zo lief. Oh, je bent zo... ja, je bent zo blij dat we er weer zijn. Wat voor vogel is dit? Dwergpapegaai of zo. Oh. Dit is echt een heel leuk. Kan het heet een lovebird. Ja. Oh, grappig. Het heet een lovebird. Ben je nog? Ja, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik sta echt zo... het zit wel lekker. Ik wil niet weg. Oh, vind je me aardig? Chico, je bent zo mooi. Jeetje, wat een schatje. Heel veel mensen hebben trouwens wel altijd gevraagd, wil je weer met Christina filmen? Oh ja? Nou, we hebben het gedaan. Leuk. Was leuk, ja. Ja, waarschijnlijk alle vlogkijkers. Ja, doe even wat zeggen. Oh ja, ik moet wat zeggen. Wat, zullen we even zo? Ik ga even wat zeggen. Ik zet hem altijd neer. Oké.
Hallo. Oh, ik glip. Dit is heel mooi beeld, dit. Ja, wat voor camera is het? Is het een nieuwe? Nee, een hele dure. Ja, maar die lens, je ziet gewoon dat het een dure mooi lens is. Ja. Maar, hi jongens. Oh, de tempie terug van weg geweest. Oh ja, dat is leuk. Met vogel. Het was schattig. Ja, yes, leuk. En terug van weg geweest. Ik ben er weer. We hebben lekker gefilmd. Oh, God, zagen jullie dat? Chica vind ik Christina zo lief. Sorry, ik praat echt als anders. Ja, nee, dat maakt niet uit. Dat is leuk. Ik wil hem even aanraken. Hoi. Als hij je nagels gaat ontdekken, gaat hij haten. Ik zei al, Charlotte had vorige week hele lange nagels en Chico haatte Charlotte gewoon. Kijk, zie je? Nee, hij wil... Ah! Doe eens normaal. Doe eens normaal. Ja, ik wil die vogel aanraken, maar hij wil niet dat ik hem aanraak. Zie je? Hij wil het echt niet. Doe je nagels. Wat grappig, maar waarom? Ja, want kijk, ik heb nog één lange nagel, die haat hij. Hij houdt gewoon echt niet van mijn nagels. En nu kan ik helemaal dit doen. Oh, dat koppie. Ja, ik kan zo dat hoofd letten. Dat is niet normaal. Oh mijn god, een vogel. Ik had vroeger ook een papegaai toen, echt als kind. Ik dacht dat jij vogels haatte. Nou ja, toen vroeger... Ik heb het echt over toen ik nog letterlijk in Litouwen woonde. Oh. Toen had ik een papegaai, zo'n kleurrijke, zo'n best wel een grote ook. Oh, ja, zoiets. Wow. En hij was toen per ongeluk ontsnapt. Ziek. Dus daar vrijheid. Ja, daarna heeft hij waarschijnlijk niet echt een lang leven gehad. Oh, hij wilde het naar je toe hoor. Liever. Niet echt een lang leven gehad. Nee, toen waarschijnlijk daarna niet meer. Nee. Ja. Hij gaat het kapot maken. Ja, dus dat moet je niet doen. Nee, maar ik doe dat zonder mijn vingers zo naar binnen. Doe eens normaal, gek kind. Nu ben ik moe. Ik had gewoon dat we alcohol op hebben, maar het komt omdat ik te veel op gegeten. Kijk wat hij steeds doet. Doe eens normaal. Ja, echt geobsedeerd met nagels. Maar wat raar. Nee. Maar hij vindt het gewoon echt vervelend dat ik dat heb. Ken jij Stijn Saman? Wie? Stijn Saman, ook van TikTok? Nee, geen. Met die dikke lippen. Dat is niet normaal. Chico. Maar het is gewoon zo'n klein mondje dat je dan zeg maar niet echt gemeen tegen wil. Bij een hond denk je van... Ja. Nu hebben we klaar. Maar dit is echt zo'n klein dingetje. Hij is gewoon echt obsessief. Je moet je nagels het verbergen. Ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Zo. Zo. Gekke. Maar hij wil food coma heb ik hoor. Ik ook. Ik moet zo meteen echt 30 uur in de trein. Ja, dat is wel mee. Valt mee. Het is echt één overstap in Amersfoort en dan rechtstreeks. Maar heb je laptop mee? Nee, ik zat gewoon een beetje op mijn telefoon te kutten. Maar mijn ouders komen dus zo thuis en dan moet ik dus precies hetzelfde gerecht maken. Maar daar heb ik nu niet meer zin in. Want ik heb er net een rituele rol. Snap ik. Ik zit ook zo vol. Wil jij nog iets zeggen? Ik heb helemaal niet het gevoel dat we iets moeten... Met Rebecca moesten we helemaal bespreken waarom we elkaar lang niet hadden gezien. Maar waren ze niet echt een reden of zo? Ik zit helemaal niet goed. Ik weet niet. Ik denk dat het gewoon een beetje verwaterd was. We hadden toch niet bewust niet meer afgesproken of zo? Nee, ik denk dat... de video's waren stom. Ja, onze video's waren stom. En... Ik was er even gisteren. En ik denk dat jij gewoon nooit meer op evenementen kwam. Want wij zagen elkaar voornamelijk op evenementen. Ja, ik ging niet meer. En jij stopte. En ik had het gevoel dat jij überhaupt ging stoppen met social media. Oh, nee. Nooit gewild. Nee, maar dat gevoel had ik. Nee, ik ben heel erg eigenlijk altijd een beetje van op mezelf. Ja. En ik had echt iets van, ik doe het helemaal zelf. Ik hoef geen mediabureau, ik hoef geen PR-bureau, ik hoef helemaal niks. Doe ik lekker zelf. En ik vond het juist ook leuk, vooral in die tijd ook, om lekker veel af te spreken in Amsterdam. Ja. Evenementen, mensen zien. Jij bent wel extravert. Ja. Ik kan wel echt moe worden hoor, daar echt niet van. Ik moet ook echt wel morgen eigenlijk bij komen, maar ik moet ook voor mezelf gaan sporten. En ik moet ook een keer weer naar mijn ouders, dus daar ga ik weer. Maar ik heb wel echt ook tijd voor mezelf nodig. Ja, ik vind het ook heerlijk dat ik morgen de hele dag alleen maar babbelen moet eten. Ja, gewoon van thuis. Ja. Hé, hey, dat is stout. Ik vind het wel een leuke trui. Ja, ik vind het ook leuk. Echt veel. Hij is waar heb ik van? Weet ik niet. Hij is leuk. Dat is een van de... Oh, volgens mij... Een heel leuk merk dat ik niet ken. Yves of zo. We hebben een Yves. Moet ik jullie brengen? Hoe laat is het? Mijn trein gaat om 29. En het is nu 6 over. Oh. Dus we hebben 20, echt... Als het 20 weggaan, ben je op te vroeg. Ja? Ja. Ik ging 4 voor half weg bij jou. Oh ja. Ik stond er al. Het is echt 2 minuten bij je of 3. Oh, chill, chill. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Oh, dan ruim ik nog even de keuken op. Ja, is goed. Want ik ga op de tafel klaarzetten voor mijn ouders. Oh, hij filmde niet. Nee, dat is echt... YouTubers lachen. Echt
Dikzak! Zo, Chris naar de trein gebracht. Het was zo onwijs gezellig. Je moet ook zeker even haar mukbang checken, die komt. Ik had het trouwens, we hebben de video wel een week opgeschoven. Dus het staat nog niet online, babbelhap. Het komt aanstaande zondag. En, oh nee, of aanstaande maandag, want ik ga waarschijnlijk mijn datum veranderen. Van zondag naar maandag. Maar haar mukbang komt dan ook online. Die duurt echt 40 minuten of zo. En daar hebben we heel veel in gekletst. En het was veel leuker dan ik had verwacht. Ik denk dat onze energieën veel beter matchen dan vroeger. Dus dat was ook zeker voor herhaling vatbaar. En nu ga ik heel snel verder met de keuken opruimen en eten klaarzetten voor vanavond. Maar ik hoef echt niet te eten. Ik zit super vol. Super, super, super vol. Niet normaal. Maar dan ga ik lekker voor mijn ouders maken. Kijk hoe lekker, jongens. Ik heb van de ingrediënten van Bubble Hop heb ik dan nu sushi burritos gemaakt. Dus lekker, maar van alle surimi, wortel, komkommer. Sommige zit sriracha in, sommige zit wasabi mayo, sommige sesamzaadjes, mango, komkommer, verse zalm. Super lekker. Ik heb alleen echt geen honger, dus dit is voor mijn ouders. Maar ik kook dan op donderdag voor hun. Dus... Maar we hebben echt net gegeten, Christina en ik, dus ik hoef nu niet. Maar hier lekker wat dingetjes voor erbij. Nou, helemaal lekker toch? Hallo, het is een nieuwe dag jongens en ik ga werken hier in een koffietentje weer in de Bijlmer. Dus ik kan me thuis niet helemaal concentreren. En ik heb een broek naar de zomer gewacht om korter te maken. Kost 20 euro, best wel veel vind ik. En ik ben in de Tikka Max. Dus ik moest even, gewoon even kijken. Altijd even checken of er weer nieuwe pareltjes zijn. Dit is wel heel schattig. Ik zou dit bijna aan Oliver en Melissa willen geven met dit schort erbij. Maar ik weet niet of ze het leuk vinden. Oh, kijk nou. Deze. En die past dan weer. Ik gebruik nooit een kookschort, maar bij dit. Als je dat zo'n set ziet, dan heb ik al het gevoel dat ik dan die set ook echt moet kopen. Want het is best uniek om een set te spotten. Dit is toch zo schattig. Dit zou ik dan überhaupt gewoon willen kopen. Al is het niet voor mezelf, maar gewoon om iemand een keer cadeau te doen. Ik vind deze ook heel leuk met die schaapjes. Hier is echt veel meer herrie dan thuis, maar toch wel anders of zo. Lekker even eruit. Wow, dit is echt een heel klein, op beeld lijkt best groot, maar een mini broodje. Het ziet er wel lekker uit. Oh my god, ik ga hier echt nooit meer eten. Het brood is super oud, op de helft zit niet in zalm, blijkbaar. Echt heel gierig voor 11 euro, 13 euro. Waarom dacht ik me dat ik me hier zou kunnen concentreren? Dit is echt zo'n zaakje waarin iedereen zijn eigen dingen moet bestellen en zelf moet ophouden. Dus dat is mega chaos. Ze zijn super gestrest. En super verrie. Oh, nu wordt het net wat rustiger nu ik ga vloggen. Ik heb echt eerst half uur maar niet kunnen focussen, nu wel. Op zich kan ik, als het heel veel herrie is, bij jou soms wel concentreren. Maar dan moet ik echt even mijn dingen zo zetten. Dus nu gaat het goed. Maar het broodje viel zo erg tegen. Het leek wel lekker. Maar dat is over elkaar heen gelegd. En de delen die over elkaar heen lagen hadden nul beleg. En het brood was super oud. En de zalm was zo dun dat je bijna niet proefde. Echt jammer voor bijna 13 euro. Maar goed. Oh, het begint nu rustig aan te worden. Er is net een groep weggegaan die echt mega verloren maakt. Ja, en de lunchtijd. Het duurt bijna 1:30. Als de lunch drukte gaan we lopen. Dus blijf je buiten zitten. Ik wil in ieder geval de hele babbelhap geëdit hebben waarin je ons ziet, zeg maar. En dan kan ik morgen of vanavond, hopelijk al, de close-up shots er ook nog in doen. Maar deze video zit ook helemaal chaotisch in elkaar met Leon. Want we gingen echt een totaal andere volgorde doen dan ik uiteindelijk in de edit doe, zeg maar. Dus ik moet heel veel puzzelen. Oké, ik heb echt heel goed gewerkt. Het is wel balen, want ik heb 8,50 parkeerkosten. Twee koffies van 5 euro. 4,60. Dus 4,60, 4,60, 8,50 en 12,30 voor het broodje. Echt heel duur. En ik heb, omdat ik zo lang bezig was, weer die bubble teas gehaald. Ik heb nu weer twee andere. Maar daar moest ik 25 minuten op wachten. Dus ik zei, ik ga wel eventjes naar de Lidl. Ze zei 5 minuten. Ik dacht, het duurt wel langer. En toen kwam ik eraan, moest ik alsnog weer 10 minuten wachten. Dus dat moet ik eigenlijk niet meer doen. Maar ja, de eerste keer ging het wel... steeds heel soepel. En het is wel gewoon heel chill. Maar ja. Was ik bijna naar mijn auto gelopen. Want toen dacht ik, oh nee. Ik moet die broeken halen. Was ik bijna vergeten. Ook 20 euro. Maar ja, dat heeft niks hiermee te maken natuurlijk. Super mooi. Dit is hem in het geel. Maar hij heeft het echt wel heel mooi gedaan. En hoe mijn schoonmoeder, ex-schoonmoeder het dus heeft gedaan. Is wel echt veel minder mooi. Maar... kijk, je ziet ook geen afwerking. Maar ja, niemand die dat ziet. Alleen die laat ook echt los. Maar ze zei volgende week, als je komt, ga ik het wel nog een keer doen. Ik vond het echt te duur. Hij wilde dan 35 euro doen voor die twee broeken, maar vond ik echt te duur. Ik heb de hele babbelhap al op 30 minuten gekregen. Daar heb ik dus 5 volle uren aan gewerkt. Op een gegeven moment was ik super gefocust. En ja, het heeft me dus wel eigenlijk natuurlijk veel te veel geld gekost. Want mijn babbelhap maak ik al verlies.
Dus dat kan ik niet elke keer gaan doen. Of ik moet ergens gewoon waar het betaald parkeren is en alleen een koffietje, weet je wel. Maar het was wel fijn. TK Maxx ben ik heel even geweest. Heb ik wel wat gekocht, maar niet heel boeiend. Zal ik zo nog even laten zien. Ik heb nu vooral heel veel honger, want het broodje vulde voor geen meter. Maar ik ga eerst nog even sporten en dan gaat papa koken. Ga ik morgen weer koken. Maar ik ben dus wel heel blij, want ik hoef alleen nog maar de dichtbij close-up beelden eroverheen te doen. En dan ben ik dus klaar. Dus ik heb veel harder kunnen werken dan thuis. Dus het was wel een goede beslissing. Ja, het was gewoon echt een goede beslissing. Dus wel dat je denkt, oké, dat moet ik dus vaker doen nu ik nog bij mijn ouders woon. Maar dan net anders, want te duur. Maar goed. Oeh. Mierzoet, aardbei. Zij was zo druk. Zij heeft geen thee erdoorheen gedaan. Dus gewoon limonade. Nou, dat is ook weer zonde dat ik daar een half uur op heb gewacht. Maar goed. Normaal is het heel lekker namelijk bij hun. Smaakt het echt naar thee. En dit is gewoon mierzoete limonade. Dat ik het eigenlijk niet eens lust zo doet. Maar oké. Het was in ieder geval een hele productieve. Iets te dure, maar wel een hele goede dag. Kan ik vanavond lekker tv kijken. Hoef ik morgen nog maar 2 uurtjes te editen. Uur aan de thumbnail beschrijving of 2 uur. En dan klaar. Yes. Good morning. Ik heb zojuist voor mezelf geconcludeerd dat ik een zwaar eiwittekort heb. Waarschijnlijk eet ik echt maar 30 gram eiwit per dag in plaats van 150. Want ik begin een beetje af te zaken. Ik begin elke dag moeer te worden. Wondjes genezen niet. Spierpijn is extreem. Ik dacht, oh leuk, het komt door deze sportschool. Nee, ik heb eiwittekort. Ik weet het eigenlijk zeker. Dus ik ben net een uur bezig geweest om een lijst voor mezelf te maken met eiwitrijke producten. En helaas, ja, zit er toch wel echt ook vis bij voor mij. Want anders kom ik er gewoon niet aan met mijn lactose en soja intoleranties. En desnoods moet ik af en toe toch biologische kip gaan eten. Maar dat is echt mijn laatste optie. Liever niet. Dan liever lactosevrij yoghurt. Want dat is dan, ja. Terwijl yoghurt is ook zo zielig voor de dieren. Maar dan heb je niet een dier vermoord. Maar ja. Dan hebben de dieren wel echt een rot leven gehad als melkkoe. Nou, biologisch is dan wel beter. Maar het is heel moeilijk om er, ja, tussen te kiezen, zeg maar. Tussen jezelf en de dieren. En al je allergieën. Maar ik voel echt me zo slap. En toen ging ik het opzoeken en toen dacht ik, dit moet eiwittekort zijn. Kan niet anders. Dus ik heb net een schep eiwitpoeder door mijn yoghurt gedaan. Maar dat is niet te eten. Het is echt heel vies. Het is nu al 12 uur. Ik heb het nog niets gedaan verder. Ik ben helemaal kapot. Alles doet pijn. Ik ben gewoon, alsof ik helemaal in elkaar ben geslagen. Zo moe. En elke, ja, het komt daardoor. Ik weet het gewoon zeker. Dus vandaag hard aan de bak. Vandaag wil ik een haring eten. 2 eieren. Zalm bij de witlof. Nog een eiwitshake. Een blikje tonijn. Handje walnoten. Misschien champignonburgers eten. Spirulina door mijn dingen heen doen. Ja. Kijk, ja, ik ga niet nu ineens linzen eten of zo. Maar dan zit ik er nog steeds niet aan. Ik heb ook bijvoorbeeld opgezocht van die spinaziepasta. Die heeft ook 23 gram eiwit en 100 gram. En rode linzenfusilie en zo. Maar ja, zoals gisteren hadden we dus gado gado. Papa gemaakt, heel lekker. Nou, in de pindasaus zit dan een beetje eiwit. Maar verder was het witte rijst met rauwkost. En niet eiwitrijke rauwkost. Geen vlees, geen vleesvervanger. Het enige eiwit die ik gisteren binnen heb gekregen is van dat beetje zalm op mijn broodje. Want ja, de avocado zit ook bijna niks. In verkoren brood zit ook wel een beetje. Maar ik heb gewoon een tekort. Ja, dat is het gewoon. Ik weet het gewoon zeker. Ik heb in ieder geval van Elise Boers die dieper kaartspellen gekocht. Want ik vind het zo leuk. Ik vind het al een tijdje heel leuk. Ik wilde voor Babbelhap dus eigenlijk ook kaartspellen rondom eten gaan uitbrengen. Maar Babbelhap loopt voor geen meter. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik heb heel leuk de date editie. Want ja, ooit ga ik natuurlijk weer daten. En relatie editie. En ik hou natuurlijk heel erg van kletsen en... Jullie zeggen ook vaak dat ik goed dingen kan verwoorden. Ik hou heel erg van diepgaande. Ik hou heel erg van diepgaande gesprekken. Oh, Chico. Niet zodra ik praat herrie gaan maken. Dat is niet leuk. Ik hou heel erg van diepgaande gesprekken en dus voor vragen aan elkaar stellen. Dus ik dacht, het was nu 14% korting, maar ik dacht, ik vind het heel leuk om te hebben. Niet alleen voor daten, maar gewoon überhaupt. Soep à toi. 2 biologische eieren en 2 champignonburgers. Ik schil echt zo. Ik ben echt een slechte schiller. Oké, dit ga ik dus eten. Papa en mama komen net aangereden. Het klinkt echt alsof er een ruimteschip aankomt gereden. En in de tijd moet. Dan stopt het ook automatisch. Hij komt alleen recht achter. Dan is die ander lek.
Je zet geen dopje bij. Jawel, het is wel een dopje, maar je krijgt hem er niet af. Mam en ik zitten in mijn auto en ze zei dat mijn banden te zacht waren. En ze had gelijk. Veel te zacht. Eentje was maar 0,75. En de andere net iets te zacht. Wow. Beetje uitgedroogd. Heel uitgedroogd uit. Huh? Oké, ik ga mijn boodschappen doen. Dit eet je ook in de klas. Voor €85 een eiwitproducten gekocht. Ook dierlijk, ja, vis. Maar ja, dat is even niet anders. Ik eet dus wel gewoon nog vis. So be it. Ik moet ook aan mezelf denken, want anders is het gewoon niet te doen. Kijk, deze heb ik gisteren dus nog gekocht. Ik dacht, hoe leuk, want Melissa is binnenkort jarig. Ze is het al geweest, maar viert het. En ze is ook drie weken... Oh. Ze is ook 3 weken alleen. En dan dacht ik, dan moet ze voor zichzelf koken. En dan geef ik dit kookschort. Maar kijk, Teddy staat er ook op. Zien jullie Teddy hier? Toch te leuk. Oh, ik heb ook het kattenschort gekocht. Was ik vergeten. Toch voor mezelf. En nog een keer dit kleedje wat ik voor Lottes baby had. Omdat ik hem zo leuk vond. Dat ik dacht, dan ga ik die kopen voor als iemand ooit ook een baby krijgt. Weet ik. Niet meer leuk. Jawel. En dit glaasje is dus wat ik ook die cocktailglazen die ik had gekocht, die duren van €10. Wilde ik toen ook, maar nu waren ze in de sales. Dus dacht ik, oké, dan mag ik ze. En dit grappige kandelaar ding. Wil jij dit? Ik denk dat jij dit heel lekker vindt. Het wordt droog en zoet. Ja. Alsjeblieft. Hoe lekker van die kerel. Ja. Oh, die het is wel grappig. Want Elisa die zei tegen mij, je moet rode linzen, die heb het meeste eiwit. Ik heb 3 van zulke voor €5. Ik 6 met die gember koffie. Nou ja, dat ook voor de zaterdag. Het ging het dus googlen en Google zei dat de rode linzen niet de meeste eiwit hebben, maar het ging in de winkel kijken. Wie zei dat? Nou ja, Google klopt niet, je moet natuurlijk het merk hebben. Dus je, niet elke rode lins heeft evenveel eiwit. Dus toen ging ik elke verpakking bekijken. Dit is wel echt gepakt om. Elke verpakking linzen bekijken. Gekookte linzen hebben natuurlijk veel minder eiwit. Ongekookt, want er zit weer water in. Weet je? Ja, logisch. Want... Ja, maar dan denk je, oh leuk, ik heb 100 gram linzen, ik heb 20 eiwit. Nee, nee, maar dan is het al water in. Ja, precies. Zou een gekookte aardappel of... Rijst, ja. Kan je niet vergelijken. Ja. Biologische kip uit de supermarkt is ook anders dan biologische kip bij een boer. Hè? Die je rechtstreeks haalt bij een boer. Ja, maar de boer is ook niet altijd even goed hoor, voor zijn dieren. Als hij voordoet dat hij een kip pakken om te slachten. Zo, leuk. De hele tas is omgevallen. Ja, dat zien we zo wel. Succes met vinden. Heb je dat voorgedaan? Oh, nee, ja, zei hij van, dan pakken we hem zo en dan hangen we hem op en dan trekken we zo die vleugels. En dan deed hij dat voor. Oké, shoplog. Eiwit shoplog. Een beetje zalm die je als sashimi kan eten. Het heeft wel meer geur dan vorige keer. Ik zal alles even laten zien, want misschien is er iemand op aarde net als ik ook nergens tegen kan. Tot nu toe ken ik niemand. Dit is dus niet ter aanbieding of zo. Normaal koop ik dit alleen in de aanbieding. Maar ik dacht, nu moet ik echt even eiwit hebben. Want als dat de reden is dat bepaalde dingen niet kloppen, dan is dat belangrijker dan dat het duur is. Dus dit vind ik altijd heel fijn. Het merk doet geen suiker erbij. En hij heeft dus per 100 gram 23 gram eiwit. Gerookte zalmhaas heeft per 100 gram... Dit heeft 21 gram eiwit. 9 gram eiwit. Alles zeg ik even per 100 gram. 25,5. Je had dus ook havermout. Hoe noem je dat? Proteïne havermout. Maar daar zaten dus sojavlokken in. En deze havermout heeft 14 gram eiwit per 100 gram. En niet alle volkoren havermout had dat. Dus dan denk je, oh, volkoren havermout heeft eiwit. Maar dan alsnog is het handig om de verpakking te checken. Deze had ook 2 gram meer dan het huismerk. Dus ik ben voor Arla gegaan. Dit is 11 gram. Ik hoop echt dat ik iemand hiermee help. Die dus ook hiermee struggelt. Want al heb je niet al die allergieën van mij, dan kan je dat natuurlijk alsnog doen. Dit is ook top, want dit is van het huismerk. 21 gram eiwit. Dit is spaghetti gemaakt van 90% peulvruchten. Gele linzen. Papa vindt dat niet zo lekker, maar misschien maak ik er wel wat mee. Ja, hennepzaad, 28 gram eiwit per 100 gram. Dat doe je super makkelijk door je yoghurt heen, dus dat is top. Je kan natuurlijk ook chiazaad en zonnebloempitten, allemaal dat soort dingen. Maar je hebt minder eiwit dan dit, dus dan dacht ik, ja, ik kan wel alles extra gaan kopen. Maar ik kan ook gewoon heel veel, nou ja, heel veel, gewoon lekker hennepzaad doen. Dus daar heb ik er 2 van, 2 voor €5. Eiwit, de shoploeg. 2 van deze. Ik vind deze gewoon zo duur. En ik wacht eigenlijk tot ik weer zo'n bonusaanbieding erbij krijg. Dit is... 100 gram is 9 gram eiwit en zo'n ding is 140 gram. Het is gewoon een hele makkelijke manier om veel binnen te krijgen. En deze zijn dus lactosevrij. Niet allemaal trouwens. Dus je moet dan echt die
met lactosevrij. Ik heb, het liefst wilde ik alles bio doen, maar dat vond ik toch wel net iets te duur worden. Dus dat heb ik eventjes niet gedaan. Ik heb ook van het tonijn gewoon het goedkoopste merk. Ik heb 6 blikjes van tonijn in olijfolie. Voor zover ik weet zit er 25 gram in een blikje. Er staat hier 23,5 gram in 100 gram. En een blikje is 160 gram. Uitlekgewicht zie ik niet. Maar ik weet dat hier in ieder geval echt... Als je zo'n blikje eet, heb je zo 25 gram eiwit binnen. Wel dierlijk helaas, maar oké. Dit was 1 plus 1 gratis, want normaal koop ik gewoon het huismerk. En je had dus ook bio, maar ik ben voor normaal gegaan, want het was toch iets goedkoper. En alles bij elkaar telt het wel op. Ik heb linzen en kikkererwten. Kikkererwten hebben minder eiwit dan linzen. Die hebben maar 6,4 gram en linzen 8,7. Dus dat was nog niet heel veel, omdat het natuurlijk al gekookt is. Maar wel een hele makkelijke... Ja, manier om dit door een salade te gooien of wat dan ook. En dan heb je toch snel die eiwitten binnen. 20 gram per 100 gram gerookte zalm. 25% minder zout. Die had ik dan een euro korting op. Je bent goedkoper uit als je gewoon het goedkope merk koopt van 200 gram. Maar dit vond ik wel handig om zo mee naar mijn werk te kunnen nemen. Naked bars vind ik niet per se heel lekker. Ik hou niet heel erg van die dadelbars. Ik vind het altijd heel zoet. Maar ze hadden hier ook proteïne varianten van. En dit was zonder soja. Want ze hadden ook allemaal andere bars met proteïne. Hadden allemaal soja erin. En dit is bijvoorbeeld dadelpinda, pindameel, chicorijvezel, amandelen en natuurlijke aroma's. En in één reep zitten dan 7,7 gram eiwit, 7,8 en 7,2. Dus niet mega veel, maar ja, je eet het natuurlijk heel makkelijk. En als je het in je auto legt of als snack tussendoor, heb je toch alles bij elkaar. Telt het natuurlijk wel gewoon heel erg op. Dus ze hebben hiervan ook echt een speciale proteïnelijn. Het grappige is dat ook alles super gezond is. Al die producten zijn gezond. Ik heb maar één ding wat niet gezond is en dat... Oh ja, dit heb ik nog ook. Amandelpasta, want ik heb natuurlijk pindakaas. Volgens mij hebben amandelen nog meer eiwitten. Deze had 27 gram per 100 gram. En dit kan je op je brood doen, maar dus ook door je yoghurt, door smoothie. Ook vetten natuurlijk, maar wel gezond. Dus ook weer een makkelijke manier om meer eiwit binnen te krijgen. En dit is dus het ongezonde wat ik heb gekocht. Maar ik had al heel lang dit op mijn lijstje staan. Want dit verpijnt echt te smaken naar de funning van Kinder Bueno White. Dus ik ben echt niet zo'n zoete kamer. Als ik een keer wat zoet wil, is dit heel lekker. En dit heeft toevallig dan ook per 100 gram 14,5 gram eiwit. En dat komt omdat hier dus wel melkpoeder in zit. En er zit ook emulgator soja in en zo. Maar het is natuurlijk ook van hazelnoten, dus daar zullen ook eiwitten uitkomen. Dit is gewoon een extraatje voor als ik een keer zin heb in iets zoets. Niet per se eiwitsjoplog. Nog meer tonijn. En deze vind ik heel erg lekker. Dit zijn die gember koffiesapjes. Deze vind ik gewoon heel lekker. Heeft niks met eiwit te maken. Mensen denken dat het vies is, maar het is echt heel lekker. Dus dat was mijn eiwitshopblog. Ik heb denk ik 20 minuten of zo in de winkel. We waren natuurlijk samen, dus ik ging gewoon even snel naar dingen waarvan ik wist dat het eiwit bevat. En dan heb ik even snel per merk gecheckt wat dan het beste was. Dus ik vind dat ik het best goed heb gedaan. Laat vooral even weten of jij hier iets aan hebt. En deel vooral je tips met me. Ik kan dus niet tegen lactose. Ik zeg, hier zit dan ook soms melk in. Soms denk ik boeiend. Maar soja mag echt niet. Daar krijg ik te veel buikpijn van. En ja, van te veel erwten krijg ik ook echt een opgeblazen buik. Maar goed. En mijn moeder heeft nog heel schattig bij de Action Days voor me gekocht. Maar dit is dus... Ik heb al een erwten dinges van Vitamin Store met vanille smaak. Maar dit is wel veel goedkoper. Dus misschien ook wel leuk om te testen. En deze heeft 79 gram eiwit per 100 gram. Zal ik even naar deze kijken. 75,4. Dus lijkt erop... En mama vertelde dus dat er een Hunkemuller outlet bij de Maxis zit. Ze hebben altijd bij de Maxis dan ja, van die winkels die dan eens in een paar jaar volgens mij daar zitten. Deze zit er misschien maar heel kort, weet ik niet. Is nog matcha trouwens. Maar eigenlijk alles wat ik ooit bij de Hunkemuller heb gekocht, draag ik niet. Ik ben er niet zo erg fan van. Maar ik wou toch even kijken, want de BH's waren 12 euro. Ondergoed, onderbroekjes was dan 5. Vind ik nog relatief duur. Ik heb heel veel gepast en dat zat eigenlijk wel mooi, maar ze hadden allemaal zo'n beugel die heel erg omhoog steekt. Toen zei mama ook, want ik liet het zien, zei ze van nee, dat zit niet lekker. Ze dacht ik, nee, dat zit ook niet lekker. Dus ik heb er wel eentje die dat heeft, deze. Deze heb ik dan wel gepast, maar ik hou nooit meer van vulling. Dus ik hou er gewoon van als het zo zacht is. Dus deze vind ik wel echt heel mooi. En daar heb ik dan ook een broekje bij, dus dat broekje was dan 5 en de BH 12. Dus uiteindelijk is het echt niet super goedkoop, maar het is wel wat goedkoper. En ik vind het wel hele fijne stofjes en dit is dan een setje, dus dat vind ik heel erg... Leuk, ja, de camera heeft er heel veel moeite met scherpstellen. Toen dacht ik heb geen zin meer om te passen en toen zag ik dit. En dat vond ik wel echt zo'n babydoll heel leuk. En ik heb het idee dat de maat, zeg maar, als je gewoon je maat weet, dat je dan bij Hunkemuller wel gewoon goed zit. Want ik heb echt iets van 7 BH's gepast. En die zaten in principe allemaal hetzelfde. Dus je moet gewoon kijken, kijk, dit heeft weer zo'n hoog ding, dat is niet lekker. Maar dit is ook meer een sexy dingetje.
Ik vind sexy, ik hou dus van zeg maar pastelkleurtjes sexy en niet van rood en zwart. Dat is meer mijn vibe. Daar heb ik dan ook een broekje bij. Deze. En nog een blauwe, want ik vond ze toevallig allebei heel mooi. Dit is echt een heel mooi gevoerd broekje. Ingredients. Ingredients. Die zou ik ook toch twee van. Dit. Dit. En dit. Kijk, ik doe dus eerst een laag aardappelpuree. Dat is niet van Bubble Hub recept. Ik maak het dus weer voor 2 dagen. Maar ik vind het zo lekker uitzien, zo'n aardappelpuree. Heerlijk. En nu ga ik hem opbouwen zoals je het in de video kan zien. Kijk, mama en ik hadden bedacht om nog wat geitenkaas eroverheen te doen. Aangezien ik dus nooit borrel hier. En ik nog een kaasje had. Dus die zit er ook overheen. Yummy. Het moet er wel duur zijn, want ze moeten voor een andere gaat kast vanuit nog winst maken. Het was echt niet normaal lekker. Maak je jouw wijn schuld? Ik dacht dat ik die op tafel had gezet. Die daar met mijn mama, denk ik? Nee. Oh. Ik had dus nu 2 schalen. En 1 schaal zit dus 100 gram zalm. En had ik dus dat hele... van die roomkaas. Van het roomsausje. Dus ook alles wat jullie zagen gebruikt. Dus de helft hiervoor. En dat half zakje kaas en dus een beetje die geitenkaas. Maar de verhouding was echt perfect. Het is heel lekker. Je moet het echt een keer maken. Als je geen vlees of vis eet, weet ik niet wat je op de bovenkant zou kunnen doen. Die zalm doet het dan wel echt. Kaas. Ja, maar dan heb je niet dat lekkere gerookte. Ja, gerookte vegan spek misschien. Maar het is echt heerlijk. En het is een topgerecht voor iedereen. Gebakken eitje. Is dat zout? Heel lekker, niet zo lekker. Met zalm? Als je vegan bent. Nee, voor mensen die geen zalm willen. Of oh. Maar dit is een topgerecht. Dit kan je heel goed meal preppen. Want die andere heb ik dus niet afgebakken. Maar die wel gemaakt. En die gaan we dan maandag eten. Dus dan hoeft maandag niemand te koken. En dat scheelt echt super veel tijd. Ja. Zouden jullie ook vaker moeten doen? Jullie doen nooit meal preppen. Jullie doen heel soms restjes eten, maar nooit preppen. Dit is gewoon vers, want je dekt het straks af. Maar dat je het ook nog niet in de oven hebt gedaan, bedoel ik. Dit is niet afgebakken. Maandag komt die oven, man. Echt een tip. Het scheelt gewoon de helft van je leven. Dat je in de keuken staat, zonder geen tijd. Dan komt die. Ja, dat is waar. Die tijd kan je wel verdelen. Ik krijg zonde. Kijk hoe zonde, anders had ik Baba had nu al afgehad. Dus niet dat die tijd kan je wel verdelen over 2 dagen. Ja, het is net zoveel werk. Hallo. Het is 10:30, mijn ouders slapen. Ik kan nog trekken, dus ik heb linzen en tonijn door elkaar gemengd met zout en peper. Het is een beetje veel, maar de eerste keer sinds ik hier woon dat ik na het eten nog iets eet. Maar dat komt echt omdat ik gewoon alleen die eiwitdingen vandaag heb gegeten, maar verder geen brood of een banaan of wat dan ook. Ik ben druk aan het editen en ik heb besloten dat ik morgen mijn moeder naar de sauna ga. Ik wil zo 100 jaar, maar morgen heeft ze er proef van bekwaamheid. Ze doet saunameesteropleiding. En ik wil nooit naakt. Dus ik zeg altijd nee. Maar ineens dacht ik van ja, ik heb serieus heel veel zin in de sauna. Want ik heb me heel moe en mijn spieren zitten helemaal vast. Heel veel zin om lekker even een dagje te niksen. Lang niet gedaan. Echt goed uitrusten. En ik wil heel graag haar examen zien. Dus nu ga ik mee. Dus nu even heel hard doorwerken. Zodat ik hopelijk niet eens in de auto nog hoef te werken. Dat wou ik doen. Dat ik gewoon klaar ben dus. Best lekker dit trouwens. Gewoon linzen en tonijn. Goed bezig. 9:15. Wij gaan naar de sauna. Ik heb toch een doos en ik draai hem af. Dit moet even. Ja, want ik heb niet mijn Spotify. Oh, om je opgieting te oefenen. Huh? Om je opgieting te oefenen. Ja. Mijn video staat lekker klaar. Die gaat over 1:20 online. Toch wel even de zondag. Ik heb geen idee waarom de klassieke muziek aan staat. Ik ben al sinds 7:00 wakker. Ik heb denk ik 6 uurtjes geslapen, maar ik heb echt het idee dat ik die eiwitten voel, want ik sta zoveel minder slap op. Ik ben wel gewoon moe, maar ik heb veel te kort geslapen. Maar ik geloof echt in die eiwitten heilig en ik heb zoveel zin in dit dagje. Ik heb hier mijn laptop. Ga ik nog even de Instagram snippets maken, heb ik dat ook gedaan, want ik vind altijd in de auto zitten echt zonde van je tijd. Bijvoorbeeld als Shanna dan mee rijdt, zij rijdt geen auto en dan voelt het zo als tijdverspilling dat ik dan 2 keer rijd. Terwijl als iemand rijdt, ook als heel vroeger reed of zo, of papa. Ik ga altijd werken eigenlijk, want dan denk ik, ja, het is toch anders verloren. Ja, je kan natuurlijk kletsen, maar zonde. Tadaa, hele ervaring van mij deze joh. Sowieso voor het eerst naakt. Normaal heb ik hier een bikini onderaan en super mooi en luxe hier. Oké, mama is al lang weg, maar ik ben even naar de receptie gelopen, want ik wilde een massage boeken. Dus ik heb voor €40 al 25 minuten massage. Super kort en super duur, maar echt lekker voor de achterkant. Ontspanningsmassage, want ik zit helemaal vast. Ik heb een zonnebank gekocht en dan kan je gewoon gaan wanneer je wil. En ik heb even gevraagd waar mijn moeders ritueel is en zo op de plattegrond.
zodat ik alles goed kan vinden. Het is 7:45 toen mama aan het wachten. Jullie gingen nog even één opgieting doen. Maar het was echt geweldig. Het was echt fantastisch. Ik ga het in de auto even vertellen. Maar ja, het was echt fantastisch. Leuk hoe ze dat zegt, hè? Door de cactus en dit en die moeder. Dan gaan we op zoek naar het goud. Ja, heel leuk. Met dat dit. En dat heeft dan nog niet eens zozeer met de muziek te maken. We zijn eigenlijk al bijna thuis en zei ik, oeps, vergeet te vloggen. Nu ben ik ook echt ingestort, logisch, want het is al 10:30. Maar ik wou dus eigenlijk helemaal met jullie praten over wat ik van de sauna vond. Heel uitgebreid, maar ik zal het gewoon even kort zeggen. Voor mij was het echt top, want ik ging mee voor mama. Ik dacht gisteren van, ja, doe niet zo moeilijk. Je gaat niet, omdat je zelf niet naakt wil, niet naar je moeders eindexamen. Dus ik dacht, ik ga voor mama en ik bereik er zelf ook wat mee. Mentaal, door over iets heen te zetten om naakt te gaan, wat ik nog nooit heb gedaan. En dat ik ook een verplichte dagje lekker ga chillen. Dus ik dacht, het heeft alleen maar voordelen. Maar de nummer 1 was echt dat ik mama wilde zien. Ik vond het zo leuk. Dus ik heb als eerst mama's opgieting gezien. Toen nog die van haar medestudent daarna. Die heeft het ook gehaald. Mama heeft het trouwens ook gehaald. En daarna hebben we nog eentje gedaan van een professional, zeg maar. Maar die heb ik maar half gedaan, want toen ging ik douchen, want ik wou naar huis. Maar het was geweldig. Ik dacht dus dat ik niet tegen de sauna kon, omdat ik het zo heet vind. Nou, blijkbaar kan ik als een van de beste tegen de hitte, want ik was als een van de weinigen helemaal niet aan het zweten en ik had het niet eens heet. En nu weet ik dus waarom ik niet van de sauna hou. En blijkbaar heeft mama dat ook, wist ik niet. Omdat ik dus me gewoon verveel als je in zo'n droge sauna zit. En ik denk dat heel veel mensen, als ik dit zeg, het herkennen. Dat je bij een sauna, Finse sauna, denk je aan, ik lig gewoon op een handdoek op hout, mega droog, een soort Sahara. En er gebeurt niks en na 5 minuten denk je, jeetje, wat is het heet en ik verveel me dood. En dit was dus echt, het is gewoon echt een act die ze doen. En het schijnt dat je nog meer saunas hebt waar nog veel meer acts worden gedaan. Maar je hebt gewoon iets om naar te kijken en er gebeurt wat. Dus dan ruik je weer wat, dan voel je wat, dan zie je wat. Dus je wordt afgeleid en nou ja, voor je het weet is het voorbij en mocht voor mij nog veel langer duren. Dus dat heb ik ontdekt, dat ik de sauna heerlijk vind. Ik wist wel dat ik de wellness heel lekker vond eigenlijk, want ik ben gek op al die baden. En stoomcabine vind ik altijd al heel lekker. Maar nu dus ook de sauna. Maar in badkleding is een totaal andere beleving. En ik wist dat ik naakt zwemmen zo heerlijk vond. Altijd al. Maar ja, ik wilde dus nooit naakt. Gewoon uit onzekerheid. Ik ben niet preut, zeg maar. Het maakt me echt niks uit. Eigenlijk, het gaat mij er zo. Ik ben zeg maar, je hebt toch mensen die hebben gewoon een heel mooi lichaam. Even om het zo te zeggen. En die willen niet gewoon uit preutsheid dat ze het zien. Ik ben dus niet preut, maar ik ben gewoon dan onzeker over mijn lichaam. En denk dan, ja, ik wil gewoon niet dat mensen dat zien. Snap je? Dus dat is een andere vorm van waarom. Ik dacht, boeiend. En het begon een beetje spannend. En uiteindelijk stond ik gewoon mijn haar te wassen midden in zo'n douche. Helemaal in het midden van een gebouw met allemaal mensen om je heen. Shampoo. Dat ik echt dacht, lekker boeiend. Uiteindelijk liep ik ook gewoon zo naar een andere douche om daar nog even wat te pakken. Gewoon in mijn naki zonder handdoek. Echt, die vrijheid is zo lekker. Dan zit je op een gegeven moment gewoon met 8 mensen in een bubbelbad. Soms dacht ik wel, komt er dan weer een oude man bij zitten. Nu wordt het wel een beetje vol. Met een kalknagel bijvoorbeeld. Maar verder was het helemaal niet vies of wat dan ook. Nou, het was gewoon geestelijk geweldig. Want ik heb gewoon ben helemaal uitgerust. Maar dus ook geestelijk geweldig door iets mega ergens te hebben over Wilna. Want ik zei tegen mama, ik ga nooit van mijn leven mee. Dus nou ja, gewoon fantastisch. En lichamelijk supergoed. Massage gehad. Heerlijk. Ja, dat was wel even kort samengevat. Ja, en mama heeft er proef van bekwaamheid gehaald. Ik ben nu meester. Saunameester. Mama is een saunameester. Heel leuk. Mm. Nou, het is nu zondagavond. Dus ik ga de vlog hier afsluiten. Ik heb zelf Babbelhap ook online kunnen zetten vanochtend. Alsjeblieft, als je het kijkt. Of al kijk je het niet en wil mij steunen. Reageer en like alsjeblieft op Babbelhap. Want nu hebben bijvoorbeeld 700 mensen het gekeken. Echt bizar weinig. Vlog zou nu al 6000 views hebben. We hebben maar 16 mensen gereageerd. En daardoor wordt het ook bij niemand aanbevolen. Dus alsjeblieft, als je een trouwe kijker bent, al vind je Babbelhap niet leuk, zou je gewoon willen reageren en liken. Dat zou je me heel erg helpen. En doe dat natuurlijk ook bij deze vlog. Reageren en liken, want dat helpt. En dan zie ik jullie maandag bij een nieuw Babbelhap. Of donderdag weer bij een nieuwe vlog of op Instagram. Oké.